de tweede Stedenbouw en Architectuur Talks. Mijn naam is Wijnand Beemster, hoofdredacteur van het blad Stedenbouw en Architectuur. De tweede talks die zal gedaan worden door Bas van der Westerlo van het C2C Expo Lab in Venlo. Bas is zeer deskundig op het gebied van cradle to cradle. En daar zal zijn talks ook met name over gaan, cradle to cradle. En dan in het bijzonder toegespitst op scholenbouw. In scholenbouw zijn nu een aantal voorbeelden in Nederland die scholen die gebouwd zijn volgens de principes van cradle to cradle. En twee staan daar in en rondom Venlo, als ik het goed heb, Bas. Het bijzondere daarvan is dat de scholen aan zich dus cradle to cradle zijn, maar daar blijft het niet bij. Die scholen die worden vaak ingezet als leermiddel in het onderwijsproces. En dat is heel interessant gegeven. En ik denk dat jij daar ook wel het nodig over zou gaan zeggen. Ik wens u veel informatie toe. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is inderdaad Bas van der Westerlo en de titel is Circulaire aanpak voor scholenbouw. Ik wil met name met jullie vandaag kijken van wat kan een circulaire aanpak bijdragen aan een betere wereld, aan een goede businessmodel. Met name ook van hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? En dat wil ik met name doen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Eén is er een realisatie, een basisschool. En een tweede is op dit moment al gerealiseerd en het gaat om twee sportzalen. Maar voordat ik daar naartoe wil, wil ik eigenlijk eerst even stilstaan. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom moeten we toe naar een circulaire economie? En een belangrijke reden daarvoor is ten eerste natuurlijk de grondstofschaarste waarmee we op dit moment te maken hebben. We weten allemaal dat de manier van lineair produceren waar we op dit moment mee bezig zijn, dat we daar op een andere manier naar moeten gaan kijken. Dit is een plaatje van de oceanen, misschien wel beter bekend als de plastic soep. Volledig bezaaid met plastic, met afval, wat daar ronddrijft. En dat komt omdat we nog nooit goed hebben nagedacht over hoe kunnen we nou onze producten hergebruiken en misschien wel beter maken aan het einde van de levensduur. En dat daar het afval rondzwerft is nog niet het allergrootste probleem. Maar veel belangrijker is dat we het niet kunnen hergebruiken. Het kan alleen nog maar downcycled worden en niet worden geupcycled. En het allergrootste probleem wat het daar nog als neveneffect heeft, is dat het een negatief effect heeft op dit moment op zijn ecosysteem. En dat is denk ik niet de manier waarop we dit soort producten zouden moeten ontwerpen. Waar we meer naartoe zouden moeten is naar een circulaire aanpak. Een andere problematiek, een andere propositie is natuurlijk het energiesysteem. Ook daar niks nieuws onder de zon. Weten we allemaal dat onze fossiele brandstoffen eindig zijn en dat we naar een andere aanpak zouden moeten gaan. En als we kijken naar bijvoorbeeld de zon die elke dag opkomt in het oosten, weer in het westen ondergaat, dan levert hier meer dan 10.000 keer de hoeveelheid energie dan die wij met z'n allen op deze aarde gebruiken. Dus hebben we een energieprobleem of hebben we juist de uitdaging om het juiste energie te gaan inzetten? En een derde aspect, wat misschien zeker voor de scholenbouw interessant is, is op dit moment het binnenklimaat. Als we kijken naar het binnenmilieu in onze gebouwen, dan is dat zo'n 4 tot 8 keer slechter dan buiten. Dat terwijl wij als mens dit soort gebouwen zelf ontwerpen en dat we daar zelf ook nog eens 90% van onze tijd binnen zitten. Dus wij ontwikkelen de gebouwen waar we uiteindelijk dus een slechte luchtkwaliteit hebben. En zeker in de scholen is die luchtkwaliteit nog vele malen slechter. Tot 12 keer toe zie je dat die lucht binnen slechter is dan buiten. En kijk je dan nog eens wat dieper naar, dan zie je dat dat vooral op de onderste meter is waar de slechte lucht zit. De producten, de tapijten, de andere zaken die aanwezig zijn, ademen als het ware die slechte stoffen uit. Dat zijn dus de producten die wij uitkiezen. En juist waar onze kinderen opgroeien en de lessen krijgen om de goede dingen te doen. Dus hoe kunnen we daarin op een andere manier naar kijken? En dat is ook wat Einstein ooit heeft gezegd. We cannot solve the problems with the same thinking what created them. Dus we zullen op een andere manier, ook een belangrijk thema van deze 3 dagen is rethinking the future. Hoe kunnen we op een andere manier naar dit soort zaken kijken? En het begint uiteindelijk met een droom. Wat wilt u? Wat zou u willen als schoolbestuur bijvoorbeeld, of als ontwikkelaar, of als producent van producten waar we naartoe willen? En puur en alleen het uitspreken van die droom is een hele belangrijke eerste stap. En soms betekent dat misschien dat je nog niet weet vandaag wat je over 10 jaar bereikt wil hebben.
zoals John F. Kennedy riep van we gaan naar de maan, terwijl hij op dat moment nog niet wist hoe daar te komen, wat dat zou kosten, wanneer dat het zou gebeuren. Maar puur die droom, puur die ambitie uitspreken, heeft gemaakt dat 8 jaar later de eerste man op de maan stond. En daarbij, als we die droom niet specifiek maken, niet concreet maken, dan kun je dat vergelijken met het rijden van 180 km per uur in de mist. Als we niet duidelijk hebben welke richting we opgaan, dan moeten we maar hopen dat we de goede kant op gaan. Dus juist aan de voorkant goed nadenken van wat is onze ambitie, wat is onze doelstelling, hoe maken we dat concreet, is een heel belangrijk uitgangspunt. En voor ons, als we wat toespitsen naar de scholenbouw, is het belangrijkste dat je een prettige, plezierige, gezonde school creëert voor onze kinderen, onze leerlingen, maar ook voor onze docenten. Een school waarin je de goede dingen doet in plaats van de dingen minder slecht. En deze grafiek die je hier ziet, focust ons met name op de bovenkant van die grafiek en niet op de onderkant daarvan. En we zijn gewend om de dingen minder slecht te doen, minder energie te gebruiken, minder CO2 uit te stoten, minder grondstoffen. En dat minder maakt het niet leuk en maakt het ook niet dat we uiteindelijk een positief effect hebben op onze omgeving. Dus we focussen ons met name op de bovenkant. Hoe kun je de goede dingen doen, de goede ambities uitspreken en dat vervolgens laten groeien. Dus ik wil ook met jullie stilstaan bij een tweetal praktijkvoorbeelden waar we dit hebben toegepast. En de eerste is een basisschool in Venlo gelegen. En dat ontstond doordat we met alle schoolbesturen, de voorzitters daarvan, een training hebben gedaan van 5 sessies. Waarin we dus begonnen met wat is de uitgangspunt van kwedel te kwedel van circulaire economie. Hoe vertaal je dat in de praktijk? Daarin ook de producenten hebben uitgenodigd, de marktpartijen, om te kijken wat zij daarin kunnen bieden. En daaruit is ontstaan een bepaald enthousiasme bij deze directeuren. En uiteindelijk hebben zij gezamenlijk 3 ambities uitgesproken voor de toekomst. Voor de regio Venlo, waarin zij ten eerste zelf kwedel te kwedel circulaire economie wilden verankeren in het onderwijs. Dus hoe vertaal je het in het lesmodel in het onderwijs wat gegeven wordt. Ten tweede, wat kunnen de onderwijsinstellingen zelf doen in hun onderwijsgebouwen? Hoe koop je producten in? Hoe zien de gebouwen eruit? En tot slot, hoe maak je de link ook tussen het onderwijs en de producenten, de markt en de praktijk? Dus dat zijn de 3 gezamenlijke ambities die zijn uitgesproken voor de komende jaren voor deze ontwikkeling. En het laatste wat we gevraagd hebben aan de directeuren is, wat doen jullie er zelf aan? Wat gaan jullie de komende dagen, de komende jaren zelf doen? En een van die directeuren die sprong op, was laaiend enthousiast en zei, nou, ik ben van plan om in de komende 2 jaar een nieuw schoolgebouw te gaan realiseren. En dat schoolgebouw dat moet een volledig circulair kwedel te kwedel gebouw zijn. Ik wil dat mijn kinderen, mijn leerlingen opgroeien in een plek waar de goede luchtkwaliteit is. Waar we goed omgaan met onze grondstoffen en materialen. Waar de energie wordt gebruikt die van de zon afkomstig is. Dus hij had een volledig droombeeld waar hij naartoe wilde en zei ook, mijn school is niet het doel op zich. Ik wil dat mijn school het leermiddel is voor mijn kinderen, voor mijn docenten. En ik wil ook dat het een speel in de wijk is, waarin mijn omgeving daarin ook wordt verbeterd. Nou, dit is een plaatje van de huidige situatie. Een oud schoolgebouw. We kennen zo'n 10.000 schoolgebouwen in Nederland, gemiddeld zo'n 38 jaar oud. Dit is daar één van. En voldeed ook niet meer aan de eisen, de wensen die het schoolbestuur op dat moment had. Er was een behoefte om daar nog een keer kritisch naar te gaan kijken. En vervolgens zijn we ook op zoek gegaan naar wat zijn nou de belangrijkste aspecten binnen die ambitie, binnen dat kader. En we zijn samen met de stakeholders, waaronder de schooldirecteur, de projectmanager, de architect, dat is Christensen in dit geval, de installatieadviseur, maar ook een afvaardiging van de docenten van de school, zijn we gaan kijken wat zijn nu de belangrijkste aspecten voor jullie. En daar kwamen dit soort plaatjes uit, droombeelden ook van de kinderen zelf, waarin ze nagingen denken over energie, over materiaal en dat soort zaken. En uiteindelijk hebben we dat geclusterd naar 3 hoofdthema's. De 3 belangrijkste ambities voor dit gebouw zijn ten eerste het gezonde binnenklimaat. Dus een frisse school stond boven alles als allerbelangrijkste thema op tafel. En dat betekende niet alleen dat er een gezond binnenklimaat moest zijn, maar ook hoe daarin groen een belangrijke rol kon spelen. Hoe kan binnengroen juist een positief effect hebben in luchtkwaliteit, CO2, NOx en dat soort zaken. Maar ook hoe kijken we naar onze grondstoffen, hoe kijken we naar onze materialen die we gaan verankeren binnen ons kasko, maar ook in de inrichting.
Zijn dat materialen die terug kunnen keren naar de kringloop, die ook tijdens de gebruiksduur geen rare toxische stoffen uitwasemen, maar die juist een positief effect hebben op de leeromgeving, op de docenten. Die dus een positief effect creëren voor onze omgeving. Dus dat was één heel belangrijk thema. Waarin een tweede thema energie is. Hoe kunnen we met het school zelf energie gaan opwekken? Hoe kunnen we dat laten zien, zichtbaar maken, om vervolgens ook efficiënt met die energie om te gaan? En veel daglicht daarin te gebruiken. Dus hoe kunnen we daarin ook de kinderen betrekken? En tot slot, hoe kan het schoolgebouw ook toekomstbestendig zijn? Een school niet alleen als basisschool bedoeld, maar ook als een IKC. Een integraal kindcentrum waar buitenschoolse opvang plaatsvindt. Waar in de weekenden, in de avonduren, de buurt kan vergaderen, trainingen kan krijgen, cursussen kan krijgen. Dus het gebouw moet eigenlijk 24/7 in gebruik kunnen zijn. Daarnaast ook, hoe kan het gebouw, het schoolgebouw in de toekomst, functiewisselingen plaatsvinden? Hoe kan het groeien? Hoe kan het krimpen indien dat nodig is? Hoe kunnen daar nieuwe functies aan worden toegevoegd? Dus ook een aanpasbaar, flexibel gebruik van de ruimte was een ontzettend belangrijk thema binnen deze school. En van daaruit zijn we van start gegaan met het ontwerptraject. Wij vlogen in ongeveer in de SO-fase, tussen SO-VO-fase. En we zijn gaan kijken van hoe vertalen we nu deze drie thema's naar het gebouw. En samen met de architect, samen met de andere adviseurs, zijn we gaan kijken wat dan nu maximaal mogelijk is. Wat is het optimum? Dit is een plaatje van het VO+. Zo zal het er dus uit gaan zien. En je ziet dat daar onderdelen in zitten die afkomstig zijn van deze drie thema's. PV-panelen op het dak om zelf energie op te gaan wekken. Groene gevels aan de buitenkant, maar met name ook aan de binnenkant. Omdat we daar een positief effect willen hebben op het binnenklimaat. En je zult ook ontzettend veel producten vinden die voldoen aan die criteria. In totaal 21 kwedel-to-kwedel gecertificeerde producten die hier zullen worden toegepast. We begonnen op nul. Sterker nog, we begonnen op één product wat in de standaard bestekken stonden omschreven. En dat was toevallig een product van Moza. Een tegel, een lokaal product, wat er bijna bij wijze van als toevalligheid in zat. Niet vanuit een bewuste keuze dat het een kwedel-to-kwedel product was. En vervolgens zijn we met alle producten langs gegaan om te kijken wat is er een alternatief, wat goed is, wat beter is. En uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat er 21 materialen op dit moment in kunnen die voldoen aan die criteria. En dus ook een positief effect kunnen hebben op die omgeving. En een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vloerbedekking. In het standaard bestek stond een harde vloerbedekking voorgeschreven. Iets wat we altijd gewend waren te doen, werd in principe niet meer over nagedacht. Dat werkte altijd zo, dat deden we altijd zo. Dus dat zou in dit geval ook moeten gebeuren. En wat we gedaan hebben is juist de alternatieven langs elkaar gelegd en gaan kijken wat zou een zachte vloerbedekking daarin kunnen doen. Wat zijn de alternatieven? En uiteindelijk zijn we op een product uitgekomen van Desso, dat ook nog een bijdrage heeft aan het filteren van de fijnstof, wat fijnstof opvangt. Maar wat ook terug kan keren weer in de kringloop. Dus over 10, 20 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur, kunnen we nu ook afspraken maken om die producten weer terug te sturen naar de producent. En zijn we zelf als schoolbestuur niet meer eigenaar van deze producten. Een ander voorbeeld was bijvoorbeeld de luchtkanalen. Ook daar standaard werden alle luchtkanalen in de vloeren verankerd, werden weggewerkt. Maar juist dat waren de plekken waar het meeste stof ophoopt. Waar de allergieën vandaan kwamen, waar we niet meer tijdens de levensduur van het gebouw bij konden om die luchtkwaliteit te verbeteren. Dus we zijn gaan nadenken, hoe kunnen we dat anders doen? Hoe kunnen we dat goed doen om een goed binnenklimaat te krijgen? En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een textiel luchtventrooster, wat volledig door het schoolgebouw heen loopt. Wat bij wijze van in de zomerperiode van de school vervangen kan worden, afgeritst kan worden gewassen en vervolgens weer kan worden teruggehangen. Waardoor niet alle kleine partikelen, dus de fijnstofdeeltjes, in de lucht komen. Wat dus onze kinderen niet meer gaan inademen, maar waardoor de luchtkwaliteit in het gebouw beter wordt. Simpele dingen die je door de juiste vragen stellen in dat traject kunt achterhalen. En waardoor je dus een oplossing voor kunt vinden. Uiteindelijk gaan we dus zien dat die luchtkwaliteit in het gebouw beter gaat zijn dan dat het op dit moment is in de huidige gebouwen. En juist dat is de plek waar onze kinderen opgroeien. Het leuke is van dit project is natuurlijk, het schoolgebouw is het middel. Wijnand noemde het ook al zo. Het is niet het doel op zich. En op dit moment wordt het gebouw gebouwd.
We zitten nu ongeveer in de bouwfase. De eerste werkzaamheden vinden nu op dit moment plaats. Maar het leuke is dat de docenten de kinderen nu al aan het nadenken zijn hoe ze dit gebouw kunnen gaan inzetten in hun onderwijspakket. Ze zijn nu al aan het kijken wat bijvoorbeeld het vak Nederlands of het vak biologie, wat ze daarin kunnen, richting de kinderen met dit gebouw. Dus we willen ook met name daar de docenten trainen op dit moment, train de trainers, om het goede te vertellen richting hun leerlingen. En we willen juist ook dat die kinderen onze ambassadeurs gaan worden van de toekomst, om de goede dingen te doen en kwedel te kwedel circulair als uitgangspunt gaan nemen. Een tweede project waar ik jullie mee wil nemen is een sportcomplex. Een bestaande situatie zoals jullie die hier zien, bestaande uit twee gymzalen en een sportkantine. En de gemeente Venlo is in dit geval de eigenaar van het pand en kwam erachter dat het gebouw zoals dat hier op dit moment staat op de foto niet meer voldeed aan de eisen. Niet aan de eisen van NOC-NSF, maar ook niet aan de wensen van de gebruikers, de leerlingen of de omgeving. Een grote blokkendoos die in het midden van een wijk staat en ontzettend veel overlast veroorzaakt door de kleine hoeken en de afgeschermde gaten die in het gebouw zitten, waar veel overlast is van hangjongeren, graffiti-gebruik en een heel grote overlast had in het gebied. Dus de vraag was met name hoe kunnen we dit gebouw in een vernieuw bouw gaan aanpakken, waarin één sporthal zou blijven staan en de tweede sporthal zou worden gesloopt en worden herbouwd. En dan nagedacht moet worden over een kantine die beide sportcomplexen of beide gymzalen verbindt. De gymzaal wordt gebruikt overdag door het Blarejakum College. Dat is een middelbaar onderwijs. En in de avonduren, in de weekenden, door de ouders en de omwonenden die daar wonen. Dus met name hebben we dit gebouw gezien als een kans om hun mee te nemen in de toegevoegde waarde van een circulaire aanpak. En het mooie is dat doordat de gemeente Venlo het ambitieniveau heeft om de eerste en enige regio te zijn om kwedel te kwedel te verankeren, dat ze het ook meenemen in hun aanbestedingen, in hun beleid. Het staat zo bijvoorbeeld in de welstandsnota, de ruimtelijke structuurvisie. En sterker nog, er wordt ook gezegd op het moment dat je een nieuwbouwontwikkeling of een herbouwontwikkeling aangaat, dan moet daar rekening worden gehouden met een circulaire aanpak. Dat is uitgangspunt. Doe je dat niet, dan heb je een streepje achter op een ander concept. Wat we op dit moment zien, is dat de gemeente dit soort aanbestedingen in de markt zet, waarin men vraagt naar een visie. Bij de architectenselectie werd niet gevraagd naar een ontwerp, wat standaard gebeurt. Zo hadden we meer dan 20 aanmeldingen gehad voor de aanbesteding met een ontwerp. En dat wilden we niet. De gemeente wilde juist weten wat de architecten bieden had in dit geval. Wat is hun visie om een toegevoegde waarde te leveren? En met name op het gebied van energie. Hoe gaat men daarmee om? Hoe gaat men om met materialen? Hoe gaat men om met luchtkwaliteit en met groen? Dat was de aanbesteding die op dat moment in de markt werd gezet zonder al te veel aanvullende informatie. En samen met een lokaal architectenbureau, 2.0 architecten uit Venlo, hebben we gekeken hoe kunnen we daar een maximaal waarde creëren. Dus we zijn gaan kijken op basis van dit soort plaatjes, striptekeningen, bij wijze van met een aantal A4'tjes met de visie omschreven. Hoe kunnen we nu en hoe zou voor ons een dergelijk gebouw eruit zien? Waarin we bijvoorbeeld zijn gaan nadenken over het opwekken van energie. Aan de hand van PV-panelen, WKO, maar ook om de tweede sporthal verdiept aan te leggen. Waardoor we dus ook juist in de stedenbouwkundige context minder overlast zouden creëren en juist iets toe kunnen voegen aan de omgeving. En doordat we dat doen, doordat dus de tweede hal verdiept wordt aangelegd, zien we ook dat we meer natuurlijk daglicht binnen kunnen krijgen. Dat we van binnen op 60% van binnenuit zicht hebben op groen. En vervolgens zien we ook dat door dat te doen, we meer natuurlijke koeling hebben. Dus we hebben minder installaties nodig en kunnen toch een optimaal effect creëren. We zijn gaan nadenken over watercycli. Hoe ga je om met je hemelwater? Hoe kun je water wat wordt gebruikt hergebruiken in het gebouw? Hoe kun je het zuiveren en vervolgens ook weer terugbrengen richting de omgeving? Hoe ga je om met groen? Niet alleen omdat het mooi is, niet alleen omdat het stedenbouwkundig beter inpast in zijn omgeving, maar ook hoe kun je groen functioneel inzetten?
waardoor de kinderen zich op een prettige omgeving kunnen focussen. Waardoor de omwonenden een beter inpassend gebouw hebben in zijn gebied. Dus dat was voor ons een heel belangrijke reden om ook met groene daken en groene gevels te gaan werken. En vervolgens, hoe ga je om met jouw materialen? Denk niet alleen in het lineair proces. Kijk niet alleen naar het hergebruik van het bestaande materiaal bij de sloop. Ook daar kijken we naar, maar bij de nieuwe producten die we toevoegen. Hoe kunnen we daar maximaal van dit soort producten toepassen die kunnen terugkeren in de cyclus? Kunnen we afspraken maken met de producenten? Kunnen we kijken hoe we materialen kunnen toepassen die iets toevoegen tijdens de gebruiksduur? Dit zijn twee plaatjes hoe het er op dit moment voor ligt. Jullie zagen net de bestaande situatie. Aan de linkerkant zie je het ongeveer vanuit dezelfde hoek hoe het er nu uitziet. En we hebben heel duidelijk een entree gecreëerd. We hebben heel duidelijk gezorgd dat er een duidelijke ingang is voor het gebouw. Waar vandaan de kinderen, de leerlingen ook het gebouw betreden. Je ziet veel minder hoeken, veel minder schimmige plekken rondom het gebouw waar hangjongeren zouden kunnen gaan rondhangen. We hebben daar met name ook glas toegepast en groen. Twee producten waar graffiti bijvoorbeeld niet snel op zal aanslaan. Dus wat een probleem was aan de voorkant, hebben we proberen in te zetten als kans om daar een positieve draai aan te geven. We zien daar groen hier nog in aangroei. Binnen nu en een aantal jaar zal het volledig volgroeid zijn. En dat groen zal ook met name een bijdrage gaan leveren aan de luchtkwaliteit buiten. Maar zal ook, wat ik al zei, de link met de omgeving aangaan. Beter in de stedelijke context plaatsvinden. En je ziet ook duidelijk het verschil tussen de ene hal, dus de bestaande hal, en de nieuwe hal die verdiept is aangelegd om op een efficiëntere manier om te gaan met je energie. Maar met name ook om meer energie op te gaan wekken. Dus de daken zijn belegd met PV-panelen. Ook is het dak berekend om dat aantal te laten uitbouwen. Dus het gebouw is nog niet klaar. Het groeit nog, niet alleen in het groen. Maar ook in de PV-panelen en bijvoorbeeld in het gebruik van grondstoffen, materialen die worden toegepast. Het leuke is van dit project is dat het is nu een aantal maanden in gebruik. Ongeveer een half jaar. En je ziet dat nu al de eerste producten weer worden toegevoegd. Men gaat nu nadenken over bijvoorbeeld hoe men omgaat met het toiletpapier. Hoe men in de school omgaat met het papier. De docenten betrekken nu het gebouw ook in hun onderwijs. Dus je ziet dat het gebouw veel meer als een middel wordt ingezet in het hele onderwijspakket. En we zijn hier daarom ook bezig om in de komende meiperiode, de meivakantie, zal er een kwedel-to-kwedel routing komen in het gebouw. De kinderen zijn laaiend enthousiast over het gebouw, maar hebben nog niet exact door wat de toegevoegde waarde is van een circulaire aanpak. Dus we willen juist ook die elementen uit het gebouw gaan belichten, waarin de kinderen en de leerlingen zelf door het gebouw heen kunnen lopen en kunnen gaan ervaren wat die toegevoegde waarde is. Dit is hoe het er nu aan de binnenkant uitziet. Je ziet, dit is een foto vanuit de tribune van de verlaagde hal. Zoals ik al zei, heb je een uitzicht van overal uit op het groen. Dus 60% van het binnenruimte heeft zicht op natuurlijk licht en ook op groene daken, dan wel groen in de omgeving. En de groene gevel zelf. Dit is een volledig nieuwe hal, maar ook daar hebben we hergebruikt materiaal ingezet. Bijvoorbeeld van de oude hal hebben we het houtmateriaal weggehaald, opnieuw behandeld. En weer toegepast op de tribune. Dat is geen kwedel-to-kwedel, is geen circulaire economie, maar het is wel op een logische manier nadenken over je materiaalgebruik. En daarnaast hebben we zo'n 8, 9, 10 producten kunnen vinden die voor dit gebouw toepasbaar zijn om het ook in een gymzaal toe te passen, die ook weer terug kunnen keren naar de producent. En een voorbeeld daarvan is de bewegwijziging. Dit is dus waar we op dit moment mee bezig zijn. Dit zijn de bordjes die worden geplaatst bij alle materialen en alle elementen die in het gebouw te vinden zijn die te maken hebben met die kwedel-to-kwedel ambitie. Dit zal een materiaal tag worden waarin dus op een laagdrempelige manier op 5 criteria zal worden uitgelegd waarom dat materiaal op die plek is toegepast. Dat kan gaan over de wandtegels, de vloertegels, de vloerbedekking. Dat kan gaan over de beglazing of andere zaken. En ook het bordje zelf waarop het staat moet natuurlijk daaraan voldoen. En we proberen in Jip en Janneke taal ook die leerlingen daarin bewust te maken.
En het mooie daarvan is, we zijn de discussie aangegaan met de markt om te kijken wie kan ons een product bieden die daaraan voldoet. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij een producent, Dansign, die deze producten aanbiedt. Is een kwedel-to-kwedel gecertificeerd product. Dus we zeiden, nou, dat past perfect in de ambitie van het sportcomplex. Alleen het probleem was dat zijn product nog iets duurder was dan een traditioneel vergelijkbaar product zonder een certificaat. Dus wat we ook gedaan hebben is gaan kijken van wat, hè, als u weet als producent dat uw product kan worden hergebruikt, dat je gebruik maakt van gezonde en veilige producten, wat geeft u dan over 10, 15 jaar nog terug voor uw product? Zit daar een restwaarde op? En daar zijn ze over na gaan denken en uiteindelijk zijn we toegekomen tot een model waarin binnen nu en 3 jaar de restwaarde meer dan 25% is. Vervolgens binnen 5 jaar is dat 15%, binnen 10 jaar is dat 10% en na 15 jaar is dat nog steeds 5% van de aanschafwaarde. En dat maakt dat dit product goedkoper wordt dan de concurrent die niet beschikt over een dergelijk certificaat, die niet hergebruikt kan worden en niet gezond en veilig is. Dus doordat we zijn gaan kijken naar het businessmodel, de total cost of ownership, zien we dat een dergelijke aanpak ook geld kan opleveren. Dus je bespaart niet alleen, maar je kunt ook geld verdienen door een dergelijke aanpak. Deze bordjes worden in de meivakantie, zoals jij, gemonteerd. Iedereen kan er binnenlopen, dus jullie zijn van harte uitgenodigd. Om met name ook dus dat gebouw door te lopen om te kijken wat zijn nu de elementen die bijdragen aan een betere omgeving. En als onze jongeren, als dat nou de ambassadeurs van de toekomst zijn, hoe kunnen wij dan met elkaar ervoor zorgen dat die goede gebouwen er komen? Wij zijn in staat met elkaar om daarin de goede ambities te bepalen. Om van daaruit ook te gaan kijken hoe kunnen we dat toepassen in de praktijk. Het is een droom. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Nog niet 100%. Natuurlijk heb je de ambitie hoog liggen. Wil je een gezonde, veilige, plezierige plek creëren? En gaan we met elkaar zoeken hoe ver we daarin kunnen komen. En de praktijkvoorbeelden laten daarin zien dat het mogelijk is en dat die lat telkens weer hoger gelegd kan worden. Ook hier, een gebouw wat gerealiseerd is, zojuist een project laten zien wat een aanbouw is. En nu bij de nieuwbouw van de school komt ook meteen de vraag dat daar een gymzaal bij moet komen. Dus bij de basisschool de Zuidstroom komt ook een gymzaal. En de logische vraag die nu ontstaat is, hoe kunnen we leren van het project Egebos? Hoe kunnen we leren van de kennis die we hebben opgedaan bij de Zuidstroom? En hoe kunnen we daar weer vervolgens een nieuwe gymzaal voor de Zuidstroom mee ontwikkelen? Dus je ziet, het is een ongoing proces waarin we continu weer verder gaan om die ambitie werkelijkheid te maken. En hopelijk kunnen we daarmee ook onze kinderen, onze leerlingen, onze jongeren van de toekomst weer een stapje verder brengen in een circulaire economie. Dat waren mijn sheets. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn op dit moment. Zijn er nog vragen? Niet. Wijnand. Je had van de Zuidstroom was een heel mooi verhaal. Het lijkt allemaal bijna heel soepel te lopen, zonder probleem. Maar ik neem aan dat je tegenover alles en nog wat aan vragen, met vragen wordt geconfronteerd met drempels die je over moet, met hobbels. Kun je daar iets over zeggen? Jazeker. Klopt. Het gaat niet vanzelf. Op het moment dat bijvoorbeeld zo'n bestuurder uitspreekt om een 100% circulair gebouw te willen realiseren, dan ben je er nog niet. En de grote crux is vervolgens, hoe vertaal je dat in de praktijk? En daarin moet je ook je mensen meenemen. Dus bijvoorbeeld het meenemen van de docenten. De basisschool zelf heeft zijn eigen directeur, de projectmanager. Die zullen eerst geïnspireerd moeten raken door het gedachtegoed. En dat is de allerbelangrijkste eerste stap. Hoe krijg je mensen om je heen mee in dit gedachtegoed? En op het moment dat lukt, ga je ook gezamenlijk kijken van hoe kan dat gebouw er over een aantal jaren uitzien? En eenmaal je dat scherp hebt gedefinieerd, moet je ook zorgen dat je commitment krijgt. Dus je moet het ook vastleggen, moet ook zorgen dat je iets hebt om daarop te kunnen teruggrijpen. Dat hebben we gedaan. We hebben een ambitiedocument opgesteld. We hebben roadmaps ontwikkeld. Dat hebben we ook door het bestuur laten vaststellen. En dat heeft ons continu geholpen om de discussie te kunnen voeren over de goede dingen te doen. En dat is zeker wat je tegenkomt in de praktijk. Dat men vaak terugvalt op de traditionele dingen. De zaken die je gewend bent te doen.
En juist door dat middel in handen te hebben, door die ambities uit te spreken, kun je continu het gesprek voeren over de goede dingen. En daarin neem je continu je stakeholders mee. Betrek je de markt op een vroegtijdig tijdstip om te bepalen waar willen wij naartoe. Wat heeft de markt te bieden en hoe kunnen we dat naar elkaar toebrengen. En door een open proces met elkaar daarin te voeren, continu gefocust op die drie ambities die ik net liet zien, zorg dat het elke keer weer een stapje verder komt. Dat maakt het ook leuk. Dat maakt het ook dat je over de goede dingen kunt hebben en dat je daar weer volgende stappen in maakt. En door dat te doen, zorg je er ook voor dat je je docenten daarin meeneemt en dat het ook een stukje eigen wordt, dat het verinnerlijkt in de organisatie en dat het iets wordt waar ze trots op kunnen zijn en gaan toepassen in hun onderwijs. Dus dat is wel een belangrijk aspect om dat te kunnen doen. Dus het trekt het project inmiddels ook belangstellingen van andere gemeentes, van andere schoolbesturen die er wel in geïnteresseerd zijn? Gelukkig wel. Natuurlijk, het gebouw staat er nog niet. Egelbos is wel gerealiseerd. En we zien daar nu dat daar inderdaad mensen op afkomen. Ook in de vakliteratuur is daar aandacht voor. En we zien dat andere gemeentes, andere schoolbesturen op terugkomen. Om te kijken hoe zij dat kunnen gaan vertalen in hun eigen schoolgebouw. En dat kan nieuwbouw zijn, dat kan ook herbouw zijn. Of de bestaande bouw daarin. Dus gelukkig wel is dat een speelbal die doorgaat.